Wala nga yung asim na may open eh. Ayan. O, di, eh, hapo ito siya ba? Vorig jaar hadden we nog wat vlees over, vandaag is alles op. Dus, en we hebben meer vlees vandaag gezet om te verdelen. En toch, dus betekent dat er meer mensen waren. De behoefte is groter, duidelijk. Wanneer ik u zeg dat wij 11 stieren vandaag geslacht hebben, alhamdulillah, het is een heel zware opgave, vooral tegenwoordig. Want dan moet je berekenen dat het zeker een, tussen de 700 en 1000, afhankelijk van hoe zwaar zo'n stier is, op tafel gelegd moet worden om zo'n stier te kunnen kopen. In de wereld is het zo dat over het algemeen iedereen denkt ikke de rechtstik. Maar bij ons is het zo dat het een vereiste is dat als moslim je eerst voor je buren en zo moet zorgen voordat je voor jezelf zorgt. Het bevordert ook het sociaal gevoel bij de mensen. Want u hebt het gezien, mensen nemen allemaal, die betalen voor een aandeel van een stier. En ze nemen niet al het vlees mee. Sommige mensen laten alle vlees van u hier. Alleen dat we de minder draagkrachtige ook wat kunnen geven. We hopen dat dit als een van de deugden van de islam, dat dat ook ingang vindt bij de overige in de samenleving, dat wij met z'n allen een betere grondhouding op na kunnen houden, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van dit land. Ik vind het heel erg jammer dat we ze niet allemaal kunnen voorzien van vlees. Omdat de vraag heel groot is. We willen het graag geven hoor. Echt. Maar het is een aanbieding tegenover onze schepper Allah subhanahu wa ta'ala. We willen meer maken, maar ja, als het niet lukt, dan kunnen we ook niks meer aan doen. Even naar binnen, straks. Abonjo. Bye daar. Ga wachten. Abonjo. Thank you.